Proficiat! Je bent vanaf nu officieel student aan de UGent. En dan denk je waarschijnlijk meteen aan dikke cursussen en moeilijke examens. Maar Gent is zoveel meer dan dat alleen. Kom, we zijn weg. Naar de les? Naar vrienden? Of op café? In Gent doe je bijna alles met de fiets. De Sint-Quintusberg is wel mijn minst favoriete berg. Dus begin maar aan je conditie te werken. Eerste halte, De Krook. Dat is de stadsbib. En het is hier ook ideaal om te chillen aan het water. Is het weer iets minder? Dat is geen probleem. Dan kan je gewoon als student gratis het GUM bezoeken. Het Gents Universiteitsmuseum. En dat is een aanrader. Net naast het GUM heb je de plantentuin van de universiteit. Midden in de stad, maar super rustig. Waar het ook rustig is. In de bib. Ik ben nu in de bibliotheek van de ingenieurs en de architecten. En dat is er dan nog maar eentje van de 11 bibliotheken van de UGent. En binnenkort dan kan jij die van jou ontdekken. En sporten, dat kan hier. In het GUSP-zwembad. Of op een van de vele sportvelden van de UNIF die je zo meteen voor een heel klein prijsje kan reserveren. Een beetje honger gekregen na al dat sporten? Dat is keigoed. Dan kun je een juliaatje uitproberen. Een grote friet, een beetje satékruiden, stoofvleessaus, mayonaise, bikkieuiantjes en een viandel. Top combo. Amai, dat is toch wel heftig, zo'n juliaatje. Ik had misschien beter gegaan voor een spaghettietje van de brug. Ook legendarisch. En af en toe moet je uiteraard ook naar de les. Dat kan bijvoorbeeld hier, in het UFO. Het grootste auditorium van de UGent. Of in een iets kleiner lokaal. En na de les zijn gaan drinken? Dat kan in de Overpoort. Alright, dan denk ik dat je er helemaal klaar voor bent. Misschien nog een klein beetje oefenen op de Gentse vriewijs. En dan ga je volgens mij een ongelofelijke tijd tegemoet. Veel succes! Vriewijs! Is dat goed? Vrie? Vrie?